Hallo kijkers, ik ben vandaag hier weer met Sinterklaas. Vorige week ben ik hier gebleven en we hebben nu deze aantal flatgebouwen zoals jullie hier kunt zien. En een kleine file die een beetje op de autobaan zit, maar het valt in principe nog wel mee. Ik wil vandaag ook nog een aantal kantoortjes aan de andere kant van de treinspoor gaan neerzetten. Dat vind ik nog wel een leuk idee. En misschien dat we ergens anders ook nog een keer een treinstation moeten gaan maken. In de vorige aflevering hadden we ook zo'n hydropower plant hebben we ook gemaakt. Die werkte zo te zien ook heel goed. Alleen volgens mij overstroomt hier nu wel een beetje de boel. Dat is wel een beetje een probleem. Maar dat is out of my city limits, dus daar kan ik ook niet bij komen. Even kijken. We zijn met onze sewage treatment. Waarom is onze sewage treatment zo laag? Oh ja, omdat we maar 3 hebben zeker. Nou, het is nog niet echt een hoge nood, dus. Even kijken. Dan denk ik dat ik deze weg even wat groter maak. Ja. Is already occupied, oké. Okay. Coal power plant. Staat er precies in de weg. Oké, dit spoor moeten we even aanpassen, denk ik. Nou, dan zetten we deze gewoon iets verder hier naartoe. Oké. Kan deze weg ook gewoon verder afgemaakt worden? Kunnen we deze dan verder op ook weer connecten naar de weg. Maar deze Firewatch Tower zit weer in de weg. Dat is in de vorige aflevering. Zo, hebben die twee dus ook geconnect. Kunnen we hier mooie straatjes in gaan maken. Even kijken hoe ik dit precies ga doen. Oké, de stroomleiding die moet dan sowieso ook nog even aangepast worden. Kunnen we hier ook natuurlijk nog een aantal winkels neerzetten. Oké, water moet er natuurlijk bij komen. Dit stuk ook maar alvast helemaal vol zetten met waterleidingen. Ik denk dat we dit gebied nog wel gaan gebruiken.
Nee. En niet verderop. We kunnen dan natuurlijk nog wel weer van die molwijken komen, denk ik. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Oh, raakt dus net niet fucking huizen. Hier was ik al vermist. Nou, dat was heel weinig schade. Zo, hier komen dan mooie woonwijken weer. Zo. Dan doe ik hier gewoon weer van die high-res residential. Dat vind ik toch wel wat fijn om het hier te hebben. Zo, hoppakee. Oké, hoe zit het met de overstroming? Oh god. Ja, hier is echt een overstroming bezig. Zo, hoppakee. Oké, daar hebben ze ook een beetje de basisdingen. Is ook wel fijn. Maar ik heb geen geld helaas meer. Ja, we gaan deze dingen echt wel nodig hebben, die incineration plants. Ik vind het wel raar dat het hier overstroomt. Misschien dat het daar gewoon wat lager land is.
Zo, hoppakee. Kijken, zo. Dan zetten hier gewoon nog wat winkels neer. Nou, hier nog een beetje industrie. Zo, even zien. Hoe zit het met onze traffic? 78%. Waarom is hier zo druk dan? Fuck. Waar rijden ze hier allemaal heen? Geen idee. Laten we hier gewoon een rotonde neerzetten of zo. Zo. Ik had dat ook gewoon mooi connecten. Ik snap niet waarom ze hier allemaal heen rijden. Kunnen ze beter gewoon deze rotonde gebruiken. Ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vond. Geef een like, vind ik het al. En zie ik volgende keer weer. Later.